Ja, hoe ver kan je nou zakken in de voetballerij? Ja, jullie, aanhang van NAC. Hoe ver kan je zakken? En dat is nu gebeurd, vandaag. Maurice Steijn, die heeft ontslag genomen omdat hij werd bedreigd. Zijn huis moet worden bewaakt. Zijn gezin slaapt niet meer. Al dat soort dingen omdat jullie, de aanhang van NAC, zich volkomen misdragen en zich volkomen laten misleiden. Ook nog eens een keer. Want wat is hier nou in godsnaam aan de hand? Ja, het was heel simpel en het is heel simpel. Jullie hebben, of jullie hadden, een hele goede trainer. Ik ken Maurice Steijn en Maurice Steijn heeft altijd heel goed werk verricht. Zorgt voor sfeer, hij heeft verstand van tactiek, noem het ook maar op. En wat is er nou gebeurd? Hij stelde Sidney van Hooijdonk niet op. En dat is dan zijn keuze. Dat is de keuze van een trainer. En Ton Lokhoff, die was het daar niet mee eens. En Ton Lokhoff is weer een vriendje van Pierre van Hooijdonk. En Pierre van Hooijdonk, dat is, dat weten we, bij Feyenoord was dat al zo, intrigant eerste klas. Maar Pierre van Hooijdonk hebben we ook pas geleden gezien bij de NOS. En toen ging hij daar dik advocaat zwart zitten maken. Zo van, Dickie is old school, Dickie snapt het allemaal niet meer zo in de voetballerij. En Dickie werd eventjes heel snel afgeserveerd door onze Pierre. En daar is Pierre nu weer mee bezig. Want Pierre kon het niet uitstaan dat zijn zoon niet werd opgesteld. Dus die ging die Lokhoff zitten opjutten. En die Lokhoff die kreeg daar bonje over met die Steijn. En uiteindelijk ging dat niet goed. En daarom ging die Lokhoff weg. Want het bestuur zag het volkomen zitten in Maurice Steijn. En nog steeds eigenlijk. En die Van Hooijdonk is dus gaan samenspannen met die Lokhoff. En die zitten nu dus, ja, lekker de media te bewerken. Ja, en de sponsors van NAC. Ja, en die zorgen dus voor enorm veel onrust binnen die club. En die gingen ook nog eens een keer lekker die Maurice Steijn zwart maken. En dat leek bijna wel op karaktermoord. Dat waren ze aan het doen. En jullie, de aanhang van NAC, jullie zijn daarin getrapt. En nog steeds trappen jullie daarin. Want jullie gaan dan zogenaamd gaan jullie mee met de NAC-iconen. Want die hebben het bij het rechte eind. Nou, totaal niet. Helemaal niet. Jullie zijn een hele, hele goede trainer. Maurice Steijn, die zijn jullie kwijtgeraakt door jullie gedrag. En jullie zijn veel en veel te ver gegaan. NAC had ik altijd in mijn hart zitten, dat weten jullie. Ik heb altijd gezegd, ik hou van NAC. Maar ik zet nu, vanaf vandaag, een streep, hap, door NAC.